Yo mensen, welkom terug bij Laser Tricks. We gaan weer verder met Technic Aventure. Waar de vorige keer dus weer een troll alles opblies. En wij vandaag verder gaan met dingen maken. En ik ben nou eenmaal heel blind in Minecraft, dat moet ik gewoon toegeven. En daarom ben ik heel blij dat ik jullie heb. Want ik zie echt heel veel dingen over het oog. En dan lees ik de comments en dan denk ik, oh ja. Dat heb ik wel, want ik zei dat ik geen torches had. Maar ja, ik had wel kool. Maar dat had ik natuurlijk weer niet gezien. Dus goed dat iemand het zei in de chat. Die zei van, jongen, je hebt wel kool. En dan dacht ik, oh ja? Ja, ik heb gewoon kool. Had ik helemaal niet gezien. Kan gebeuren. Ik ben ook maar een mens. Goed. Kan ik dit zo craften? Kan zeker niet. Kan ik hier iets craften? Heb ik iets? Nee, ik heb te weinig. Heb ik het nu? Ik heb wel een fur plate. Nice. Waarom heb ik die aan? Give me a reason. Dit kan erin. En die monsters. Ik had iemand gelezen dat kan je uitzetten. Ik heb niet gezien waar je het uit kon zetten. Maar iemand zei wel iets heel anders handigs. Dat ik niet aan de rand moest gaan zitten. Dus misschien dat ik maar eens even beter kan überhuizen. Zo. Even die chest kapot smaken. En alvast even gaan verhuizen. Dat ik niet meer aan de rand zit. Maar laat ik nou maar eens gewoon een huis. Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Laat ik hier maar gaan zitten. Eeuw. Ik ga hier wel zitten. Valt allemaal te fixen, joh. Ik heb genoeg steen, dus. Ik fix het nu al. Zit ik meteen aan een tuintje? Zit ik niet in het midden? Ja, moet het wel doen. Moet het wel lukken. Oké, ik zet hier even een chest neer. Die ik uiteindelijk ook niet meer aan de rand ga zetten. Want stel die troll die komt. Dan ben ik weer alles kwijt. Maar ja, die trollen die horen nou helemaal in het spel. En ik ga niet iets uitzetten wat eigenlijk in het spel hoort. Alhoewel het wel wat leuker zou maken als die trollen eruit waren. Maar ja, je kan niet alles hebben, hè. Dus als ik nou even zo. En even die chesten gaan mollen. Zo. Neem ik de deur even mee. Neem ik deze deur even mee. Neem ik even wat hout mee. Zo. Zo. Ik kan niet heel het huis strippen. Als ik dit dan even dichtgooi met steen. Zo. Die torch die neem ik ook mee. Heb ik hier nog een torch hangen? Nee. Oké dan. Deurtje dicht. Oh shit, het wordt donker. Dus ik moet alweer opschieten. Het was net nog helemaal licht. En nu is het alweer donker. But how? How can it? Hup, la 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 la. Zo. Hoppakee. En dan is het plafond gewoon dicht pleuren. Oh. Zo. En zo. Dan moet ik even een opstapje hebben. Zo. En dan pleuren we dat ook even dicht. Zo. Nice. Pickaxe. Waar heb ik mijn pickaxe? Die zit nog hier. Oh, laat ik eerst even die chesten droppen. Ik zet ze wel bij de voordeur neer. Die heb ik nog nodig. Dit kan allemaal weg. Zo. Deze heb ik nodig.
En dan heb ik mijn torches nodig. En dan ga ik even wat torches plaatsen. Ben ik nog safe? I don't know. Ik weet alleen dat ik even wat torches moet plaatsen, want zo te zien is het hier ook nog. Oh, sorry. Donker. Zo, die is al weg. Het even verlichten. Zo. Oh my god, wat was dat? Oh fuck. Plop. Oké, dat klinkt echt fucking vies. Hey kerel, ga eens weg. Totjes daarin. Dat doe ik met pijltjes in. Allemaal rare spelletjes dat geen blokken zijn. Dus die gaat weer terug. Mijn food. Dit. Pickaxe. Dit. Brood. Dit laat ik allemaal in. Oké dan. Gaat allemaal hierin zo. Oh, hij zit al vol, joh. Order. Nee, goed ordenen. Deze gaan eruit. Die gaat er ook uit. Oh. Nou ja, boeiend. Zo. Heb ik nog hout? Ik heb nog hout. Nog een chest. En die pleuren we dan... Fok. Waarom had het ik? Hoppa. Die gaat onderin. Die gaat onderin. Dan wacht even ordenen. Zo. Die shop gaat onderin. Die gaat onderin. Die gaat onderin. En die gaat onderin. I don't like that. Oké, zwart. Fuck. Steen. Shit. Zo. Oh, stom ding. Nou, ik heb een stone sword, gelukkig. Laat ik meteen even een smelting overmaken. Hoef ik daar ook niet meer voor weg. En die pleur ik mooi hier neer. En dan ga ik even... Heb ik iets brandbaars? Ja. Laat ik even de helft pakken. Ik heb blokken met... iron. Zo. En ik heb nog food. Ja, die snake dingen. Ja, die komen oké. Okay. Okie dokie, hebben we dat ook weer. Zo. En dan bouw ik denk ik een soort muur om mijn gebouw heen. Want it's dangerous outside. It's dangerous. Zo is het toch? Zo, heb ik er drie. Kan ik even een iron sword maken? Waar heb ik die stickies gelaten? Die heb ik hier gelaten. Iron sword, oh yeah. Bam. Dit is mijn backup sword. Die gaat hier. En die gaat ook hier. Pijltje. Nee, oké. Okay. Zo. En dat was de laatste, oké. Okay. Dan doe ik nog even dit. Kan ik dat ook braden? Dat kan ik braden. Ik weet alleen niet of het gezond is of dat het veel food helpt. Maar ja. Ostrich cooked. Oké. Okay. Interessant. Kool. Ik heb hier nog food, food, food. En deze hier.
Nog 2 food. En dan pak ik even die eieren. Rattlesnake spotted. Ik weet niet wat het verschil is. Plop. Godnonde! Oh, mooi. Dat is niet voor mij. Oh, jammer dat je hier niet slash butcher of zo kan doen. Dat alles weg is. Want ik heb geen bed. Oké, ik ga even goed kijken. Ik heb 1 string. Daar kan ik geen wol van maken. Ik heb verder niks om een bed mee te maken. Nee. En als zo wel is, dan moeten jullie dat nu in de comments zeggen. Dat ik zo blind ben dat ik het niet heb gezien. Oh, een omelet. Nice, omeletjes. Dus, ja. Heb ik nog steen? Dat heb ik wel. Ja. Ja, wat kunnen we doen? Wat can we do? Zie ik ergens zo'n troll of zo? Ik zie niet wat hier is. Ik heb geen. Ja, ik heb wel zand, maar. Ik ga geen glas maken of zo. Is dit. Is ook klaar. Mooi. Zo. Omelet. Laat ik die eens hier neerzetten met gunpowder. God jongen. Even kijken. Laat ik eens even kijken. Ik kijk al de hele dag. Zo. Dit gaat daar. Daar hoort dit bij. En dit. Dat klonk niet gezond. Volgens mij worden er een paar mensen aangevallen. Ik ook. Oh, er is een fight buiten. Jerry, Jerry. Of het wordt licht. Oh, dude. Wat doe jij hier? Oké, die rat ziet er een beetje raar uit. Dude. What's up, man? What's up? Peace, man. Oh, ik heb mijn kerstmuts nog op. Maar het is helemaal geen kerstmuts meer. Oh. Zo erg ben ik in de holiday spirit. Ik ben een gangster met een kerstmuts, joh. Oh, het wordt licht. Wordt het licht. Oh my god, let's go outside. Ja, kerel, ik weet niet wat jij aan het doen bent. Oh. Yes, strings. Oh, ik dacht dat die. Fuck, hoe kom ik hieruit? Nee! Wat heb ik gedaan? Oh, ik heb gelukkig nog blokken bij. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Heb ik een pickaxe bij? Nee. Oh my god. Nou moet ik hakken met mijn hand. Ik ben nu vrij. Awesome. Oké, we gaan. We moeten. Ik ga hem killen. Want daar krijg ik hopelijk strings van. En jou ga ik killen. Don't hurt me. You're hurting me. Stop it. No. Oh, wat de hel is dit? Wat is dat? Een distorted skull. Forbidden artifact. Oh. Lols. Wat gezellig toch. Niet. Nou, laten we eens even kijken op deze grote vlakte. Want ik heb eigenlijk nog helemaal niks echt van Technic gedaan. Behalve dan. Probeer de hele tijd een bed te maken. Oh, ik moet. Dat is wel een goed idee, ja. Even heel veel kak. Ik ga gewoon. Nee, ik ga gewoon een muur bouwen om mijn huis heen. Dus. Hier ga ik het gewoon 2 hoog maken. Ja, die stomme beesten die klimmen er wel overheen. Maar het gaat meer om. Om de rest.
Zo bij de huizen, zo dicht pleuren. Zo. Ja. Oké dan. Hier kunnen ze ook niet overheen. Dit gooi ik dicht. Steen! Ik heb steen nodig. Ik heb heel veel steen nodig. Villages, jongen. Ik ga jullie allemaal protecten hier. We gaan gewoon één grote defense maken. Dat ik gewoon nergens meer last van heb. En dan zal je zien dat er toch nog ergens last van gaat krijgen. Dan pleuren we gewoon heel deze stad vol met verlichting. Ja. Heb ik nou torches? Nee. Godnonde poepen likkende. Ik ga hier wel naar links. Het gaat er maar om dat ik even wat steen heb. Eigenlijk moet ik naar een bed zoeken, maar... Ja. Zo. Ik ga een bed zoeken. Heb ik harder nodig als steen. Ik verander zo vaak van wat ik moet doen in Minecraft, hè. Dat is niet meer normaaltjes. Dat is echt niet meer normaaltjes. Hoeveel strings heb ik? Ik heb er nou 2, 3. Nee, ik heb er 4 nodig. Dus dit gaat allemaal weg. Pickaxe neem ik mee. Zo. Oké, op. Naar de wollen dingen. Toch? Ja. Op naar de wollen dingen. En heel veel cactussen pakken. En dan gewoon heel die stad ook onder andere vol pleuren met cactussen. Dus. Plop. Plop. Al die cactussen ga ik allemaal pakken. Allemaal. Oh, mis geen. En dan is dit gewoon even een... ander soort episode. Ja, stomme slangen gaan aan die stuur doen. Mapje dadelijk. The fuck? Ik heb toch niet eens schiet door de... Hey. Zo. Plop. En... Zo. Nu kan de muziek wel weer wat aan. Zo. Eens even kijken. Wat hebben we nog meer, jongens? We hebben daar nog heel veel cactussen staan. Maar ik heb er al 32. Allemaal 2 hoog. Wow, dat moet het wel doen. Deze nog even. En die. Kijk, pleur ik dit... nee, wacht. Deze haal ik weg. Ja, stomme slang. Gaan die stoer doen. Map je, hoor. Ik map je echt, jongen. En hard. Ben ik toch weer met de defense bezig. Oh, shit. In plaats van... Ga weg. Hij zei, lief. Maar dan ben ik toch weer met de defense bezig in plaats van de... Ja, wat ik normaal moet doen. Nou, oké. Deze maak ik nog wel even dicht. Zo. En dan gooi ik hem hier nog dicht. Oh, is mijn steen nou al op? Oh, dan maak ik hem met cactus af. Die ik alleen op zand kan zetten. Dan maar zo. Ja, moet hij... kan je ze echt niet naast elkaar zetten? Stomme rot... Kut, cactussen. Fuck je allemaal. Dan maar zo, hè. Dan hier nog even. Zo. Nou, hier komen die beesten nooit doorheen.
icoon zeg nooit erin. Zo. Huh? Oh. Zo. En dan stoppen we hem. Zo is wel een goede defense, niet? Lach me maar weer uit. Hè? Lach me maar weer uit. Zo. Best defense ever. Oh, even omlopen. Zo. Ja, dat. Tada! Au. Heb ik hier nog nodig? Ja. Ja, jongen. Dit wordt helemaal afgeschermd. Speciaal voor jullie. Alleen van naar boven kunnen ze nog komen. Maar dat is dan mijn enige uitgang, zeg maar. Om het zo maar even te noemen. Want voor de rest vind ik het best wel dicht. Genoeg licht. Ik zeg jongens, de volgende episode gaan we echt schapen zoeken. En met echt bedoel ik echt schapen zoeken. Want ik moet en zal een bed hebben. Dus jongens, hopelijk vonden jullie dit toch nog een leuke episode. Ondanks dat hij een beetje saai was. Maar ik vind het hoort nou eenmaal bij Minecraft. Dat dit soort dingen moeten gebeuren. Ik kan ze ook eruit laten. Maar ja, dan volgen jullie er ook niks meer van. Dus ik zeg jongens, bedankt voor het kijken. Binnenkort weer Far Cry 3. Voor degenen die dat heel leuk vinden. En dan... Doei doei. Later.